Dieren zijn echt geweldig en ze komen met verschillende vormen en maten. De meeste dieren gedragen zich normaal en zien er ook normaal uit. Maar andere dieren zijn een beetje vreemd. En naar die vreemdste dieren gaan we vandaag kijken. Welkom bij deze nieuwe video over de 10 vreemdste dieren die je zullen verbazen. Als je nieuw bent, vergeet dan niet te abonneren en op het belletje te klikken om geen video te missen. Nummer 10, de pandamier. De pandamier ziet er misschien wel een beetje schattig uit. Maar zijn angel is heel erg pijnlijk. Maar waarom zou een mier op een panda lijken? Er is een lange lijst waarom dieren zijn geëvolueerd om eruit te zien zoals ze eruit zien. Voor sommigen gaat het erom indruk te maken op potentiële partners of seksuele rivalen te intimideren. Voor anderen gaat het om camouflage of het afschrikken van roofdieren. Hoewel deze zwart-witte insecten deel uitmaken van een groep die fluwele mieren wordt genoemd, zijn deze panda's eigenlijk wespen. Met een pluizig zwart-wit lichaam, witte kop en zwart geringde ogen is de gelijkenis van deze mier met een panda toch een beetje griezelig. Overigens zijn het vooral de vrouwtjes die op mieren lijken. De mannetjes die vleugels hebben lijken veel meer op wespen en die hebben geen angel. Dat komt omdat de angels van vrouwen eierleggende organen zijn die mannen niet hebben. Deze vreemde mier / wesp kan je vinden in Mexico, Argentinië, Chili en het zuidwesten van Amerika. Nummer 9, de poedelmot. Heb je ooit gedacht dat motten schattig kunnen zijn? Nou, de Venezolaanse poedelmot kan je echt van gedachten veranderen. De nieuwe soort mot, genaamd de Venezolaanse poedelmot, is nogal een mysterie. Het werd in 2009 ontdekt door een zooloog genaamd Dr. Arthur. Nadat de Venezolaanse poedelmot was ontdekt, nam hij een foto van deze nieuwe soort. Velen vroegen of deze nieuwe soort echt was of niet. Hoewel niet iedereen het gelooft, geloven veel onderzoekers dat het echt is. Deze motten zijn pluizige, schattige dieren en het heeft diepe, donkere, zwarte ogen. En door hun vacht lijken ze best wel groot. Ze hebben ook bruinachtige antennes. Hoewel er niet heel veel over deze soort gespecialiseerd, kan worden aangenomen dat hij zoals alle motten een borstkas, hoofd, achterlijf en 6 poten heeft. Er zijn geen gegevens bekend dat de poedelmot gevaarlijk is. Ze zijn niet giftig en ze bijten geen mensen. Zou jij deze als huisdier willen hebben? Nummer 8, vampiervleermuizen. Lang voordat Columbus naar Europa terugkeerde met verhalen over bloedzuigende vleermuizen, vertelden Europese gemeenschappen verhalen over monsters die vampiers worden genoemd. Het lijkt op zich wel een beetje op Dracula. Vampiervleermuizen kunnen zich voeden met bijna elk type dier. Volgens de vampierwetenschapper hebben ze de neiging zich te voeden met zoogdieren zoals koeien, varkens, paarden en zelfs met slapende kippen. Vampiervleermuizen zullen een hap uit mensen nemen als ze de kans krijgen. Maar dergelijke gevallen zijn zeldzaam. Omdat ze slechts ongeveer een eetlepel bloed consumeren, is een volwassen mens makkelijk in staat om dit te overleven. Ik zou wel zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gaan voor mogelijke ziektes, zoals rabies. Vampiervleermuizen hebben een verscheidenheid aan fysieke vaardigheden ontwikkeld om te helpen bij de jacht op voedsel. Infraroodwaarneming in hun neus werkt als een warmtezoekende sensor waarmee de vleermuizen bloedvaten nabij het oppervlakte van de huid van een gastheer kunnen vinden. Ze zien de wereld ook door geluid en zenden een soort sonar uit, zodat ze in het absolute donker kunnen navigeren. Toch wel erg vreemde wezens in deze top 10 lijst. Nummer 7, de Malaise vliegende kat. Ondanks zijn naam is de Malaise vliegende maki geen maki. Nog iets dat echt kan vliegen, maar afgezien van vleermuizen zou het moeilijk zijn om nog een zoogdier te vinden dat zo goed kan glijden als deze. Inheems in de bossen van Zuidoost-Azië, in heel Indonesië, Thailand, Maleisië en Singapore kan de vliegende kat over een afstand van maximaal 100 meter glijden. Terwijl je slechts ongeveer 10 meter hoogte verliest. De sleutel tot de indrukwekkende zweefvaardigheden is een enorme flap van leerachtige huid die van zijn gezicht naar de toppen van zijn vingers loopt, helemaal tot het einde van zijn staart, waardoor hij heel veel oppervlakte heeft om zichzelf omhoog te houden. Het lijkt misschien alsof dit vliegende beest vanuit alle hoeken wint in het leven, maar hij heeft een behoorlijk grote zwakte. Hij is naar verluid erg onhandig op de grond. Het is alsof je een zweefvliegtuig bent dat in de natuur leeft. Nummer 6, de Dombo-octopus. Dombo-octopussen leven in de diepe open oceaan tot een diepte van minstens 4000 meter en misschien veel dieper.
waardoor deze groep de diepste levende van alle bekende octopussen is. Het leven op deze extreme diepte vereist het vermogen om in zeer koud water en in een volledige afwezigheid van zonlicht te kunnen leven. Dombo octopussen zijn van nature zeldzaam en de diepe zee is enorm, dus deze soorten hebben gespecialiseerd gedrag om de kans te vergroten dat ze zich met succes kunnen voortplanten wanneer ze een partner vinden. Vrouwtjes dragen blijkbaar altijd eieren in verschillende stadia van hun ontwikkeling en ze zijn in staat om zaad voor lange tijd op te slaan na het paren met een mannetje. Dombo octopussen bewegen door langzaam met hun oorachtige vinnen te klapperen en ze gebruiken hun armen om te sturen. Omdat er maar weinig grote roofdieren in de diepzee zijn, zijn de belangrijkste roofdieren van dombo-octopussen duikende vissen en zeezoogdieren, waaronder tonijnen, haaien en dolfijnen. Deze dieren worden in ieder geval niet bedreigd, aangezien visnetten er niet bij kunnen. Nummer 5. Langoor buideldassen. Een van de bekendste buideldieren van Australië is de bilby, oftewel de langoor buideldas. De bilby is een uitstekende graver en zoveel andere soorten plukken de vruchten van zijn harde werk. Wanneer bilby's niet in hun complexe holletjes leven, die tot 3 meter lang en 2 meter diep kunnen zijn, nemen andere dieren zoals insecten, reptielen, vogels en kleine zoogdieren hun huisje over. De holen bieden essentiële beschutting tegen roofdieren en hoge zomertemperaturen. Bilby's zijn misschien klein, maar ze slaan ver boven hun gewicht uit. Kunnen in 1 jaar meer dan 1,5 ton grond per kilogram lichaamsgewicht verplaatsen, terwijl ze hun ondergrondse huizen bouwen en onderhouden. Van het droge binnenland van Australië tot de gematigde kustgebieden, bilby's waren heel gewoon. Maar dit was 100 jaar geleden. Tegenwoordig hebben veranderingen in hun leefgebied en verspreidingsgebied verminderd en hun status als kwetsbaar gemeld. Ze concurreren nu met geïntroduceerde dieren en de vraag naar landbouwgrond. Schapen en runderen grazen op dezelfde planten als konijnen, terwijl vossen en verwilderde katten roofdieren zijn geworden. Nummer 4. De Australische mierenegel. De Australische mierenegel is een zoogdier dat eieren legt. Hij leeft in, je raadt het al, Australië. De mierenegel lijkt een beetje op de egel die we kennen, maar hij is iets groter en heeft krachtigere klauwen. De Australische mierenegel heeft een ruwe vacht die lichtbruin tot zwart van kleur is. Hij heeft een lange, buisvormige snuit en een tong die wel 18 centimeter lang kan zijn. Zijn rug staat vol met dikke en scherpe stekels. Hij lijkt een beetje op onze egel, maar ze zijn geen familie van elkaar. Wanneer een mierenegel zich bedreigd voelt, rolt hij zich op in een bolletje of graaft hij zich razendsnel aan de grond. Zo is ook zijn buik beschermd. De mierenegel trekt alleen rond, maar hij is helemaal niet agressief wanneer andere mierenegels in de buurt komen. Hij komt voor in heel Australië en kan overleven in alle habitats, van regenwouden tot woestijnen tot lage berggebieden. Nummer 3. De gordelmol. Als je de vorige een vreemd dier vindt, dan vind je deze waarschijnlijk helemaal vreemd. Heb je ooit gehoord van de gordelmol? Dat dacht ik ook. Het is een gravend mini gordeldiertje dat er nogal iconisch uitziet. Een soort hele grote pissebed lijkt het wel. Er was tot kort geleden ook niet heel veel bekend over dit diertje. Je ziet hem gewoon niet. Hij leeft ondergronds, 's nachts en aan het andere eind van de wereld. Toch vergeet je hem niet meer als je hem eenmaal hebt gezien. Een soort gepantserde mol die met gigantische klauwen even snel door de grond zwemt als een vis door het water. De gordelmol heeft een roze-achtige panzer en past exact in je hand. De mol bewoont een relatief klein gebied in Argentinië. Helaas heeft het diertje te lijden van habitatverlies door honden en katten. Hij wordt alleen gevonden in droge graslanden en duinen en is ontzettend gevoelig voor stress. Conservatie in dierentuinen is daarom niet echt een optie, maar de mol en zijn leefgebieden worden nu gelukkig beschermd. Nummer 2. De pantsergordelstaarthagedis. We weten niet of draken echt op ons planeet bestonden, of dat ze het resultaat zijn van de verbeelding. Ook al zijn er elementen die hun bestaan bevestigen, wat zeker is dat er een dier bestaat dat er heel veel aan doet denken. We hebben het over de pantsergordelstaarthagedis. Een reptiel dat wordt gekenmerkt door een klein lichaam bedekt met schubben, waardoor het lijkt op een klein draakje. Ik heb het beste voor het laatste bewaard, maar eerst heb ik een uitdaging voor jou, die 5 seconden duurt. Als je kan liken
en abonneren binnen 5 seconden, dan krijg je 10 jaar geluk. Probeer het, het werkt echt, ik beloof het. Nummer 1, de pelikaan. Terwijl we weten dat pelikanen carnivoren zijn, leven ze toch alleen van het dieet van vis, toch? Ze eten voornamelijk vis, maar slaan schaaldieren, kleine vogels en kikkers echt niet af. De jongen zijn in het begin nog te klein om zulke happen te verteren en eten daarom opgebraakte vis uit de keelzak van pa en ma. Bekijk deze video eens. Het begon allemaal als een normale dag in het park, met kinderen die de vogels aan het voeren waren. Wanneer de pelikaan van de groep besloot dat broodkruimels niet genoeg waren, schepte hij een duif in zijn grote bek en ging door met het doorslikken. De duif probeerde weg te komen, maar het had helaas geen zin meer. Wat een vreemd dier. En de kinderen die aan het voeren waren, moeten nu wel echt getraumatiseerd zijn. Wat vond jij het vreemdste dier uit deze lijst? Laat het weten in de comments. Heel erg bedankt voor het kijken en zoals altijd tot de volgende video.